Ik wou dus weer een video maken. Een vlog wou ik niet maken. Ik had het idee van ik laat mijn schriften zien. Let's get started. Dit is het eerste schrift. Met washi tape heb ik dan die randjes gedaan. En dan heb ik een rondje op dit karton uitgeknipt. En dan heb ik daar met schoolbordverf overheen gegaan. En ja, heb ik dan hier opgeplakt. En dat is super leuk. Ja. Achterkant is dit. Ik heb met washi tape heb ik mijn naam geschreven. Dat was dus het eerste schrift. En dit schrift kennen jullie. Dit is mijn schoolbordschrift. En ja, ik heb ook uitgelegd hoe ik deze maak. Dus deze ga ik niet verder laten zien. Dan heb ik deze nog. Deze heb ik al heel lang geleden gemaakt. Ja, heb ik met washi tape heb ik die randjes gedaan. En dan met een label gemaakt. Dit zijn mijn zelfgemaakte stickers trouwens. En heb ik allemaal met stickers zo gedaan. En ik heb dit op de achterkant. Twee van mijn zelfgemaakte stickers. Met washi tape heb ik een leuke figuur gemaakt. En dan met een foto van mij erin. Dan heb ik een van mijn lievelings. En dat... Ja, dit is mijn lievelings. Ik vind hem echt super leuk. Verfstape heb ik, schilderstape. Sorry. Heb ik de rand afgeplakt op zeg maar het rechthoekje dat ik wil hebben met mijn schoolbordverf. En dan heb ik dat schoolbord verfd. Heb ik het eraf gehaald. En dan heb ik een washi tapeje rond de rechthoek gemaakt. En daar love in geschreven. Voor de rest heb ik dan nog foto's uitgeprint. En die heb ik dus zo neergelegd. En opgeplakt. Ik heb een doodle pagina. En daar kunnen mensen, vriendinnen kunnen iets, weet ik veel, tekenen, schrijven, een quote neerzetten. Misschien als je een plaatje bij hebt of een sticker, dan kun je er stickers plakken wat je zelf wilt. Dit is mijn leukste. En dan voor de rest heb ik nog deze, maar die kennen jullie al. Deze vind ik eigenlijk de stomste, want dit. Eigenlijk had ik hem helemaal vol moeten doen, maar ik had er geen tijd voor. En de achterkant is ook saai, dus dit is mijn saaiste schrift. Ik denk dat ik die als ik op de middelbare school zit ga weggooien. Mijn schrift moet ik bovenop. En dat waren al mijn schriften. Dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei!